In deze serie op baan 1, deze finale op baan 1 voor de Venen, Annick van der Kraats. Op baan 2 voor de Elft, Uma Kraus. Op baan 3 voor Nautical Club, Agrikoupolos, Anastasia Sigirou. Op baan 4 voor SKNSM, Sophie Hansson. Op baan 5 voor de RTC, Carmen van der Rijt. Op baan 6 eveneens RTC-zwemster Rafaela van Nee. Baan 7 voor de Swabisch Gemoend SV, Lisa Schulz. En op baan 8 voor RZ, Sterre Slieger. Dit is de meisjes 100 meter schoolslag. Take your marks. Ja, dames en heren, 100 meter schoolslag aan de leiding, de zwemster in baan 4, Sophie Hansson. Zij gaat hier onbedreigd aan de finish en de dames van Rijt en Nee strijden om plaatsen 2 en 3. Ja, zelfs Anastasia Sigirou komt daar nog aan voorbij. Hansson inderdaad 1:18:28 van Rijt. 2:13:68 en van Nee net nip de derde tijd 1:14:32. We kijken naar de officiële uitslag van deze jeugdfinale. Daar komt hij aan, kijk eens aan. Hansson inderdaad 1:18:28. En dames en heren, geeft u deze zwemster nog even uw applaus. Dan gaan we direct door naar de volgende en dat is de jongens 200 meter wisselslag jeugd.